Had ik hem nou geraakt? Ja, hè? Woe! Yo kijkers van mijn kanaal en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Fortnite video met vandaag de nieuwe Fortnite update. Namelijk met een prachtige grenade, de Impulse Grenade namelijk. En daarmee kan je lekker iemand, hoe ga ik het verwoorden? Je kan daar iemand mee wegsmijten als het ware. Als je die granaat op iemand gooit, doe er geen damage mee. Alleen als die bijvoorbeeld onder zijn voeten terechtkomt, dan sodomiet het die eventjes 5 meter verderop bij wijze van spreken. Dus dat is wel heel erg geinig, dat is wel heel erg leuk. Dat is letterlijk wat de granaat doet. Dus geen granaat die damage doet, eigenlijk een soort van boogie grenade, maar dan net even anders. Dus ik hoop het tegen te komen vandaag. We zijn hier in Vedon Fields. Zag ik daar iemand landen? Nee, hè? Nee, ik zag daar helemaal niemand landen. Oké, dan hakken we nog even wat hout weg. Puur zodat wij even wat resources hebben voor als we nu aangevallen worden. Dat we onszelf kunnen beschermen. Werkt niet. Hier is iemand. Hier is iemand. Even kijken hoor. There we go. Zit nog iemand bij me? Volgens mij of niet? Nee, niemand. Oké, okay, dan gaan we hier van naar boven. Voor de kist die er misschien is. Oh, daar is al hier het dak van afgehakt. Dus die is er helaas niet meer. Daar is iemand. There we go. En daar binnen zit ook nog iemand. Ja, die is nu aan het schieten. Mag ik mijn trap opbouwen? Dankjewel. There we go. Allemaal hebben. Slurp potion even snel innemen. Yes. Is iemand achter me? There we go. Hoppakee. Kijk, je hoeft niet per se altijd maar naar Tilde Towers te gaan. Om gelijk al op het begin veel mensen te killen, jongens. Dat is helemaal niet nodig. Nog iemand bij me. Nog iemand. Is nog iemand dat er echt kill steelt? Daar zo. There you go. Alright. Nou, kunnen we nu even alles looten. 6 kills gemaakt. Daarom zeg ik jongens, je hoeft echt niet altijd naar Tilde Towers te gaan om gelijk op het begin al veel kills te maken. Je moet gewoon naar de eerste plek gaan waar de bus overheen vliegt. En dat is gewoon heel vaak toevallig in mijn opnames. Is dat gewoon Vedon Fields of Anarchy of waar ga ik nog meer heen? Pleasant Park, daar ga ik ook vaak heen. Dat is meestal gewoon eigenlijk mijn strategie. Je moet gewoon naar de plek gaan, tenminste als je het mij vraagt, waar de bus als eerste overheen vliegt. Dat is gewoon nog steeds, denk ik, de beste tactiek als jij veel kills wil maken. Dan zou je dat gewoon denk ik moeten doen. Dat is gewoon het beste wat je kan doen. Even kijken. Hier heb je niks. Alright. Nou, iedereen is hier nu dood. Tenminste, mag ik hopen. Het was een leuk gevecht. Hier nog wat light ammo. Maar we moeten er wel even nodig wat healing items hebben. Mini shields of zo. Of een med kit. Die heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel graag. Blauwe AR dan weer wel natuurlijk. En hier ligt nog een pump. Die heb ik ook wel heel graag. Zo. En dan zijn we er wel, denk ik. Ligt daar nog een kist daarachter? In die mine? Er komt wel wat licht vandaan. Maar het kan ook gewoon het zonlicht zijn. We gaan eens even kijken hoor. Hoppakee. En snap je nu ook waarom ik veel resources wil hebben gelijk al op het begin van de game? Als ik die resources niet had, jongen, had ik dit echt never fucking nooit overleefd. Echt hel nodig dat ik het dan had overleefd. Dus dat is gelijk alweer een hoop tips, denk ik, aan het begin van het potje al. Namelijk dat je gewoon naar een plekje moet gaan waar je gelijk al veel resources kan fixen op het begin. En waar de bus als eerste overheen vliegt het liefste. Omdat het daar dan gewoon lekker druk is. En zoals nu dus ook 5 of 6 kills zelfs. Al gelijk op het begin van het potje. Dat is gewoon lekker. Die wil ik wel hebben. Heel graag zelfs. Dat zocht ik ook. Hoppakee. Er is nog steeds iemand bij me. Hoor je dat? There you go. Nog iemand gekilled. Hartstikke idee. 7 kills in totaal. Wil ik die mini shields hebben? Ja, natuurlijk. Zo. Het is er nog maar eentje, maar alsnog, het is fijn. Alright, zijn we dan nu, hebben we nu een clean sheet? Of komen we zo meteen weer voor een verrassing te staan? Niet dat ik het heel erg vond, ik vind het alleen maar fijn. Kunnen we meer mensen killen. Kunnen we er echt even lekker een beastbotje van maken. Geen ammo box helaas, en voor de rest is alles ook al geloot. Laten we gaan doorlopen. Volgens mij is alles namelijk al gecheckt verder in Vedon Fields. Onder de brug helaas
Er is nog iemand. Toch? Ik hoorde een burst. Of hoorde ik dat verkeerd? Volgens mij hoorde ik een burst gun hier ergens vandaan komen. Ik weet het bijna zeker. De silo staat er ook nog. Die kan ik ook wel verlooten. Want daar kan een kistje in zitten. Zo. Ja, ik wil toch even gecheckt hebben hoor. Het leek echt alsof hier een burst gun vandaan kwam. Ik weet het niet zeker, maar... Een trap hier in ieder geval. Met nog de ammo box erbij. Dat is nice. Er ligt nog wat paars. Wat is dat dan? Is dat een paars pistool of zo die ik heb achtergelaten daar? Zoiets zal het wel zijn. Het zal niet iets heel waardevols zijn, anders had ik het sowieso opgepakt. Ik heb de silo's weghakken. Gelijk al wat beter totaal. Ja, zie je, de kist zit hier nog in. Nice. Zo. Oké, okay, zijn deze twee huizen nog geloot? Dat kunnen we ook nog even controleren. Dan redden we wel met de cirkel, denk ik. Geen idee waar die burst gun nou vandaan kwam. Misschien heb ik me dat mezelf maar verbeeld. Of wel verbeeld of zo. In ieder geval weer een kist. Helaas weer niet de impulse grenade erin. Maar goed, misschien komen we nog wel late game tegen, weet je. Je weet maar nooit. Meestal kom je dat soort dingen ook niet uit kistjes tegen als het in de update zit. Maar dan altijd gewoon toevallig als je iemand killt, merk ik vaak. Dat altijd de manier is waarop ik die nieuwe items dan tegenkom. Dus ik ben benieuwd. Hier nog een kistje. Alleen die is zo oh nee, niet geloot. Nou, kijk eens aan. Hoppakee. En dan gaan we weer verder. Die kant op. Nee, die burst gun heb ik mezelf denk ik gewoon verbeeld. Want, ja, ik kan hem niet vinden. Ik kan die gozer niet vinden die dat zogenaamd al gedaan zou hebben. Dus lopen we maar gewoon door die kant op. De cirkel is precies op het plekje waar ik hem graag wil hebben. Namelijk aan de rechterkant van de map. Ik vind het daar altijd wel heel erg fijn. Wat is dat paarse item nou die ik achter heb gelaten? Dus ik ben er toch benieuwd. Het is een pistool, hè? Ja, legendary. Of een epic pistool volgens mij. Oh, crossbow. Oh ja. Tuurlijk, die gozer waarmee ik in eerste instantie in fight was, die had een crossbow. Dat was het. Aha, nu valt alles weer op zijn plaats. De paardenstal is sowieso al geloot. De stal, zoals ik het vaak noem. Die is al geloot, hè? Ja, het is al geloot. Geen kistje meer. Oké. Okay. Nou, lopen we gewoon door. Dan gaan we gewoon deze kant op. Ondertussen nog een beetje hout hakken, want veel resources hebben we niet. Tenminste, ik vind dit niet veel. Dit is gewoon een beginnend aantal resources. Op zich is het wel prima, maar meer is gewoon altijd welkom. Dus als ik dan langs een boompje loop, dan hak ik hem gewoon om. Is net zo makkelijk. Hoef je maar 3 tikken tegenaan te geven en dan liggen ze al. Cirkel is er bijna nog 14 seconden. Schoot in de buurt. Kijk, nu laat ik de boom even voor wat het is. En dan loop ik gewoon even door. Zal ik die gast kan killen? Ah, daar zo. Wist ik zie daar iemand boven in de toren. Oh, hier zo. Hallo. Zo. Oké. Okay. Oh. Oh, damn. Komt hij aan? Dus wij zitten hier in dit huisje nu. There you go. Woe, hij had me wel bijna dood. Holy shit. Nice hit by the guy. We gaan hier nog even rustig regenen. Dat is wel verdodig namelijk nu. Maar het was een close fight. Hij maakte er wel een leuk gevecht van. Uiteindelijk nu al 9 kills, hè. Oh, damn. Dat gaat wel echt goed zo. Hier nog even een mini shieldje innemen. In de rel daarvoor kunnen wij een sniper pakken. En we kunnen nog een pump pakken. Want ik dacht iets te zien. Ja, hier zo. Legendary sniper hoef ik niet. Ik heb dan liever een bolt. En dan zijn we dus compleet. Toch? Ja, dan zijn we compleet. Nog even alles reloaden. En, oh, we moeten wel een stukje lopen zeg. Holy shit. We moeten wel echt even een stukje lopen. Is op zich niet heel erg. Maar we moeten het wel even doen. Die kant op. Yes, alright. En hopelijk onderweg nog eventjes een slurp tegenkomen. Dat zou heel erg fijn zijn. Of gewoon mini shields. Of een groot shield. Zou allemaal top zijn. Dus laten we het op dat soort items eventjes hopen. Misschien wel Chunky Bunky, wie weet. Oftewel een Chuck Chuck, voor de mensen die nu geen idee hebben waar ik het over heb. Ik noem dat altijd, ik heb dat als bijnaampje een Chunky Bunky gegeven. Geen ammo box hier. Oh, daar wel. Hey, hallo. Zo, dankjewel. Dan lopen we weer door. Dus ja, daar hoop ik eigenlijk wel op. Op zo'n Chuck Chuck of een...
Een slurp potion, mini shields, grote shields. Medkit zou eventueel ook uitkomen. Alleen het zou dan een minst item zijn die we tegen kunnen komen. Dus dat soort dingen. Zou allemaal top zijn. Oké. Dit huis kan zomaar eens unlooted zijn. En volgens mij is die dat ook. Ja. Ik denk dat dit huis unlooted is. Ik heb zo'n vermoeden. Shotgun ammo. Cirkel komt er zo aan. Ik hoor de kist ook boven. Dus die moet ik nu even zo snel mogelijk pakken. Zo. Hier zo. Links en hoek. Oh, wat? Huh? Zit hier boven? Oh, dat wist ik niet. Oké. Oh, fuck sakes. Fuck sakes. Niet nu. Niet nu. Nu de cirkel er ook nog eens aankomt en zo. Sniper heb ik al. Dus dan gaan we maar gewoon weer verder. Hoppakee. 14 alive nog. Correctie. 13 alive. As we speak gaat er iemand dood helaas. Of nou ja, helaas. Vind ik eigenlijk wel fijn. We zijn weer dichter bij het einde. En dit gaan we denk ik wel redden. Stel we redden het niet, dan heb ik nog bandages. Dus op zich is dat ook geen probleem. Maar het zou toch fijn zijn als we er zonder damage kunnen komen, weet je. Dat is gewoon toch een chill gevoel. Dat je aan het einde, dat je bij de cirkel bent. En dat je gewoon 0 damage hebt gekregen van de oude cirkel. Van de storm. Dat vind ik altijd wel fijn. Dus eventjes doorlopen, dan zijn we er. Hartstikke mooi. Ritoro, hello, how you doing, man? Ritoro vind ik ook echt een fijne plek om te looten. Geen kist meer bovenop dat ding, want die is al kapot gehakt. Oké. Ja, ik denk dat hier alles gewoon al looted is. Mag ik wel vanuit gaan. En ook als ik zie wat er allemaal gebeurd was, dan mag je er wel vanuit gaan dat het looted is. En bovendien ligt het nu ook in de storm. Dus dan valt ook iets voor te looten. Zo. Hier over de berg over. Zo. Daar hebben we nog een ruïne. Oh, daar ging de ruïne. Ik wilde net zeggen van, oh, dan kunnen we nog even kijken of er misschien, weet ik veel, een slurp potion ligt of zo. Maar toen in één keer werd hij verschrompeld door de storm. Daar zit niemand in, maar daar wel. Oké, is iets om in de gaten houden. Daar is een airdrop. Oh, dat is echt perfect momenteel. Dat is precies wat wij nodig hebben. Ik hoop op of de nieuwe granaat, dat ik die aan jullie kan laten zien. De impulse grenade dus. Of op healing items. En dan hoop ik eigenlijk nog stiekem wel liever op de healing items dan op de impulse grenade. Die kunnen we altijd nog tegenkomen. Maar de healing items die zijn gewoon nu echt eventjes nodig. Omdat ik nu 100 HP heb. En dat is niet heel veel voor endgame. Alright? Dan loop je gewoon mensen, die kom je gewoon tegen met full shield. En als jij dan met 100 HP aan komt zetten, is dat niet heel veel. Goed. Kijk eens aan. Perfecto. Per fucking facto. Hoppakee. Dan hebben we nu 150 HP, toch? Zeg ik dat goed? Ja, dat is al een stuk beter. Die weer meenemen. Ja. Dan gaan we gewoon weer de cirkel in. 11 mensen nog alive. Ik wil sowieso die 10 mensen killen. Ja, daar loopt er één. Hij komt halen. Kijk. Hij denkt dat ik hem nu niet gezien heb. Oeh. Ik ben echt bijna dead, gozer. Holy shit. How about that? Oeh, had ik hem nou geraakt? Ja, hè? Wow, yo, ja, still shield, man. Thanks, in ieder geval. Je bent dood. Dat is waar het op gaat. Medkit heb ik nodig. Ja, kijk zo. Nice. Zo, die kunnen we even innemen. Dan heb ik dus 175 HP. En dan is het in één keer wel heel veel. En we zitten trouwens bij de laatste 3. Wat de hel is er gebeurd in die tussentijd? Dat ik heel eventjes één iemand ging killen. Er is veel gebeurd, blijkbaar. Pump shotgun. Groene, dat is fucking chill. Sniper even reloaden. Zo. Die is gereload. Deze nog eventjes reloaden. Pumperonis. Zo, en dan kunnen we verder. 3 mensen is nog alive. 10 kills gemaakt. Het gaat de goede kant op, kan je wel stellen. En nou maar hopen dat we hem even over de streep kunnen trekken, dit potje. Dat zou super nice zijn. Airdrop komt er ook nog eens aan. Dus die kunnen we ook nog meepikken. Nou jongens, het zit nu wel even mee. Het zit nu wel echt even mee. We hebben alleen nog steeds niet die granaat gevonden. Dat is wel even kut. Dat is wel echt even kut. Dat we die nog niet gevonden hebben. Heel misschien deze airdrop. Who knows, right? Who knows? Misschien zit hij. Ik weet eigenlijk. Ja, het kan. Het zijn blauwe items, dus het kan. We kunnen die uit een airdrop krijgen, volgens mij. Dus laten we daar eens even op open. 1, 2. Boing.
Launchpad. Oké, ja, is ook chill. Is ook chill. Is niet echt wat ik zocht, maar hey, het is dus nog wel gewoon nice. Nu een beetje oppassen. Je zal ongetwijfeld een bushcamper hebben. Dat heb je meestal bij de laatste drie. Dus dat is wel iets waar ik voor ook moet oppassen. Dat ik niet in één keer surprise attacked word of zo. Nee. Alright. Circle wordt zo meteen weer bekend. En dan kunnen wij weer verder. Ja, ik heb geen zin om een fort te bouwen. Dat is ook de reden dat ik nu al de hele tijd aan het rondhuppelen ben. Ik heb er gewoon even geen zin in. Ik heb geen zin om stil te zitten in mijn fort. Ik heb veel meer zin om iemand nu lekker even te dubbelpumpen, weet je. Dat is veel doper. Wel groot risico dat ik doodga, I know. Maar ik heb daar gewoon even meer zin in dan nu stil zitten in een fort. I don't know. Hello, boys. Laatste paar mannen. Zijn jullie hier toevallig? Oh, die. Nee, niet. Oké, dan gaan we weer verder zoeken. Die kant op. Cheat. Oh. Nee, zit die ook niet in. Anders krijg je een beetje aim assist namelijk. Dus daarom aim ik af en toe op de bushes. Om te kijken of er iemand in zit. Want als er wel iemand in zit, dan voel je dat. Dan beweeg je beeld mee als je daarop aimt. Dat noemen ze aim assist voor de controller users. Dus dat is wel erg fijn. Op die manier kan je een beetje checken of iemand in de bush zit te campen. Het is namelijk nog een heel groot gebied, weet je. Voor drie mensen is dit best wel groot. Je kan echt overal zitten in principe. Dus dat is ook een beetje het gevaarlijke hieraan. En pas over 52 seconden gaat hij weer krimpen, de cirkel. Ja, waar moet ik zoeken, hé? Het is zo freaking groot. En waarschijnlijk zitten ze ergens te campen. Dat zal wel weer. Ja. I don't know, boys. I don't know. Boys and girls. Ik heb geen idee. Misschien kunnen we hier even snel op. Voor wat overzicht. Zo. Zo, weer even op hout zetten. Waar zitten ze? Oh, daar? Of niet? Oh nee, het is een stokje of een paaltje, whatever. Van een hek. Oh, Jesus. Er zijn ook zo... Kijk hoe groot dit bos is. Er is zoveel plek om te campen. Dat is niet eens normaal, joh. What the hell? Ja. Waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen met zoeken? Het is zo big. Hier is van alles gebeurd, maar ja. Laten we hier eens even kijken dan. Hallo. Zit hier iemand toevallig? Hier is een kist. I mean, moet ik hem openen? Oké, fijn. Een scar. Oh, dat is ideaal. Dankjewel. Ja, als jullie hem niet openen, doe ik het wel. Ik heb drie spectators blijkbaar. Drie mensen zijn heel erg benieuwd hoe dit potje gaat eindigen. Ja, ik ben net zo benieuwd als dat zij zijn. Ik heb echt geen idee waar ze zijn nou. Ze zitten gewoon ergens in een bos te campen ofzo. Ik ga daar toch maar even fort bouwen. Puur omdat ik dan even wat hoger kan komen. En ik daardoor misschien wat meer kan zien. Vind ik dat fair? Echt, waar de hel zijn deze mensen? Nou, we gaan maar weer zoeken. Dit wil ik niet. Oh, hey, er is iemand dood. Hé. Oké, 1v1 nu dus. En dat kwam hier ergens vandaan. Zit hier mijn oude fortje? Ben jij stiekem in mijn oude fortje geglipt? Is dat het? Heb jij dat zo eventjes stiekem gedaan? Of niet? Ja, hij zit hier wel in de buurt. Ah, hier zo. Aha. There you go. Get the fuck out of here. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik van dit potje moet zeggen. Het begon heel veelbelovend. In Vaderfields. Ik had daar volgens mij 6 of 7 kills of zo. Wat waren het? 6 of 7? 1 van de 2. Dus ik dacht van zo, hier kunnen we echt even een monster score neerzetten. En ineens, ik killde iemand bij de airdrop. En ineens waren er nog maar 3 over. Zo voelt het een beetje, het potje voor mij vandaag. Alsof het gewoon pof, zo en op, het was voorbij. En ik ben die hele freaking granaat niet eens tegengekomen.
Oké. Okay. Hey, beste kijkers. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze Fortnite video. Hopelijk heb je ervan genoten. En vonden jullie deze video leuk? Dat zou wel top zijn als jullie het leuk vonden. Daar doe ik het voor natuurlijk. Wil jullie het nog even belonen met een blauw duimpje omhoog? Abonneer zeker weten op mijn kanaal voor meer Fortnite content. En check jullie morgen weer bij een nieuwe video. Morgen om 4:30. Laters.